Astrid en Leo, veel mensen bekend, maar stel jullie toch nog heel even voor die enkeling die jullie niet kent. Astrid, jij bent echt de voorvrouw en de grote initiatiefneemster hier. Ja. Jij gaat hier ook hele dagen staan. Ik ga hier 6 dagen per week staan. Maar wie ben jij? Want wij kennen elkaar van de kazerne in 91 en heel veel andere dingen in de stad. Ja, ik heb in heel veel zaken gewerkt in de horeca en uiteindelijk hebben we bedacht om voor onszelf te beginnen. En dat is lokaal 39 geworden. Aan de nieuwe burgernummer. 39? Nee, we zitten het meer. Er zit wel enige logica in. Ja, Leo, jij bent op de achtergrond. Ja. Jullie zijn een setje, al sinds een paar jaar. Hè? Ja. Maar ja. Wat is jouw rol in dit geheel? Ik zal hier het weekend ook staan. Door de week kun je me hier ook aan treffen. En verder ben ik mede-eigenaar en ondersteun de financiën en de boekhouding en dat soort dingen. Des te meer horecaachtergrond heb jij, hè? Dat precies. Absoluut. Ja, ik ga in de keuken ook voornamelijk werken. En wat ga jij... Kijk, wat voor menu komt er? Wat voor er komen wat salades op de kaart. Ik ga zelf de soepen maken. Er komt ook een takeaway. Ook in soep trouwens. Oké. Okay. Zeer weinig in Middelburg. Ook takeaway voor broodjes dan, of dat niet? Ja, broodjes en soep, koffies, ja. Oké. Okay. Lekkere brood, de smaak van toen, zuurdesembrood. Er zijn wat leuke dingen op de kaart voor kinderen. Ik heb ook een kinderhoekje ingericht. Ja, die zijn er net. Dus, die zijn ook van harte welkom. De wraps komen erin. De meeste gerechten zijn vegetarisch, maar ik verkoop wel wat vlees van slagerij Ten Brink. Lekker beleg. En ik heb voor de veganistische mensen, zou ik maar zeggen. Voor de veganisten heb ik ook gerechten, dus ik heb voor ieder wat wils. En dat is natuurlijk ook wel even belangrijk om te weten, wat zijn de plannen nu precies, wanneer ga je echt open? En, wij zijn heel hard aan het werk om woensdag open te gaan. Aanstaande woensdag, maar we doen geen 6 februari. Ja, en dan moet erbij zijn zoals je nu zit, het is een beetje hol, kaal. Echt, we zijn nog niet helemaal klaar. Met de vroege kant, we moeten alle dingen aankleden. Maar het ziet er hartstikke mooi uit, het is strak en jullie hebben ook hard gewerkt afgelopen maand. Je ziet ook dat we werken met iemand. Femke, daar gaat de taarten voor mij maken. Oké. Heeft dus niemand anders. Nou, heel leuk. Maar er staan al een paar taarten, dus jullie gaan zo proeven. Ja. Wat je een tijdje terug nog zei, dat vond ik ook wel leuk. Je werkt ook nog samen, want je krijgt natuurlijk nog een nieuwe buurvrouw, Manuelle. Manuelle heeft hier de styling gedaan, advies, alle kleuren. De wand, als je binnenkomt, heeft een stagiaire van haar gedaan. Nou, dat is dus super dat wij naast elkaar komen te zitten. Dus je zit in ieder geval op in samenwerking. En jullie zijn ook meteen lid geworden van de Vereniging Ondernemers. Dat vind ik sowieso leuk. Ik kan alleen maar zeggen, heel veel succes. Mijn team, vertel. Nou, mijn team is niet compleet. Maar in ieder geval, Bente, mijn dochter, is er niet. Die zou komen, maar die is een open dag. Emma heeft een open dag. Die twee zijn er niet. Van de Scalda? Nee, van de hogeschool, hè. Oké. Ja. Nou, Agnita, die gaat bij mij werken. Agnita. Wat ga jij doen? Maar alle voorkomen. Mijn rechterhand. De rechterhand. Ja. Dat is goed, wel. En de dames hier? Wij komen in de bediening. Oké, dat stel je even hoor. Ik ben Veerle en ik kom hier waarschijnlijk op zaterdag werken. Okay. En jij bent van die? Oh, ik ben de dochter van Leo. Ja, nou, dat is het. Ja, ik wist dat stiekem wel. En jij hebt ook al in de horeca in Middelburg gewerkt, ja. Eerder, ja. Ja, en jou ken ik niet? Wie ben jij? Ik ben Danielle, ik ben een ex-collega van Astrid. Oké. Okay. We zijn weer collega's. Maar gezellig. En ik kom hier ook op zaterdag werken. Oké, okay. Ja. Maar welkom. Nou, ik ben Rosa en ik ben eigenlijk... Via ken ik Astrid. Nou, dan hebben we ook een mooi jong team. Het is een mooie mix van. Ja, we zoeken nog een jongen. Nog een jongen. Maakt het uit welke leeftijd of? Een jongen toch? Ja, maar ik voel mezelf ook altijd nog een jongen, maar. Nee. Het zou wel een stunt zijn, dat zou wel een beetje. Ja, gezellig. En dan kunnen we ook nog eens een muziekje opzetten. Ja. Doe je dat ook trouwens met muziek? Of hou je dat? Nee, nog niet. Nee, dat is nog een af en toe misschien eens. Ja. Ja, er komt wel wat muziek met z'n allen. Nou, ik wens jullie in ieder geval heel veel succes hier en bedankt voor de handleiding en tot volgende week. Die is van de Vond. Sigaar uit eigen doos. Helemaal mooi. Okay.